Welkom in de Blauwe Tijger Studio in Groningen. Vandaag is mijn gast chemicus en theoloog Jaap Hanekamp. Welkom. Dankjewel. Ten eerste een bijzondere combinatie. Jij bent zowel gepromoveerd in de chemie als in de theologie. Kun jij iets uitleggen over wat jouw weg geweest is? Ik zal het al heel kort moeten doen, want dat is een lange weg. Gewoon gepromoveerd in de chemie. Ik heb chemie gestudeerd. En dan krijg je een aanbod om onderzoek te doen voor promotieonderzoek. Ik dacht van, nou, lijkt me een goed idee. Want de banenmarkt was niet heel erg florissant in die tijd, begin jaren 90. Nou, na 3 jaar gepromoveerd. Overigens tezamen met mijn vader. Ik heb eerst gepromoveerd en 1,5 uur later mijn pa in de theologie. En daar was ik ook paranym van. Dus dat was een heel bijzondere dag in 92. Op de verjaardag van mijn vrouw. Ook nog eens een keer in Amerika geweest, postdoc gedaan, de traditionele weg van een onderzoeker in Californië, in Riverside, teruggekomen. En toen was ik de chemie wel een beetje zat. Ja. Toen ben ik verzeild geraakt in het snijvlak wetenschap en samenleving. Een paar jaar, of bijna 12 jaar, voor een stichting gewerkt. En dat boeide mij mateloos. De rol van de wetenschap in de samenleving, hoe dat gaat. Wat de impact daarvan is, wat we daarmee doen, wat we daarvan begrijpen. Ik ben heel erg in de risicoanalysewereld verzeild geraakt. Mm-hmm. Doe veel onderzoek naar risicovraagstukken, noemen voedselveiligheid, milieuvraagstukken, stikstof komt daar ook voorbij. Doe je dat als zelfstandige? Of? Ik heb nu een eigen bedrijf. Ik doe dat als zelfstandige. Ik ben nu ook verbonden, zowel in Nederland, University College, dat doseer ik chemie. Dat is het University College in? Roosevelt, in Middelburg. En in Amerika, ik ben een adjunct hoogleraar aan de UMass Massachusetts in de Verenigde Staten. Daar werk ik samen met het gebied van toxicologie, dus de giftige. Leer. Ja. En wat mij het meest opviel is in die risico. Ik ga je even hier afbreken, want ik zit hier meestal met theologen en predikanten. Dus mijn vraag is natuurlijk van, wat heeft je uiteindelijk ertoe gebracht om ook in de theologie te gaan promoveren? En de titel van jouw proefschrift was Utopia and Gospel, Utopie en het Evangelie. Heeft dat iets te maken met die vraag naar wetenschap en samenleving ook? Ja, heel sterk. In die risicowereld heel veel technisch onderzoek gedaan naar risico's. Van hoe ziet die risico's eruit? Wat moeten we normeren, standaardiseren, beveiligen, enzovoort, enzovoort. En ik stelde mij steeds meer de vraag van, ja, dat is prachtig werk, al dat technische werk. Maar waarom doen we wat we doen? Dat werd steeds meer mijn vraag. En in 2006, in april, ergens op een zondag, dacht ik van, maar dat is een heel ander soort vraag die ik nu stel. Dat is niet een technische vraag naar normen en standaarden en technisch onderzoek. Dat is een levensbeschouwelijke vraag. Dat is een levensbeschouwelijke vraag. Van waarom worden wij zo bang van een pinda waar een schimmeltje op zit die een gifstofje produceert? Wat drijft ons om zo bang te zijn voor dat soort dingen? En toen dacht ik van, dat is eigenlijk veel meer een theologische vraag dan dan een technische vraag. Want dat gaat om het omgaan met risico, met gevaar? Met gevaar, met risico's, met angst, met de dood. Met eigenlijk de existentiële vragen van het menselijk bestaan. En dan is dus een van de kernwoorden in jouw dissertatie. Wanneer is die uitgekomen? 2015. 11 februari heb ik hem verdedigd. Ja. Dan is dus een kernwoord is dus utopie. We leven dus in een utopische tijd, zeg jij. Ja, en wat is die utopie of die dystopie? De utopie is eigenlijk dat het beeld bestaat of is ontstaan, wederom, dat wij een samenleving kunnen creëren die veilig is voor iedereen op de lange duur. Het kunnen controleren van het bestaan. Ja. Op alle niveaus in feite. En welke vormen van risicomijding het voorkomen van gevaar en dergelijke. Waar kijk je dan vooral naar? Want dat heeft ook wel iets met jouw chemische achtergrond te maken, denk ik. Ja, ik doe dus heel veel onderzoek naar voedselveiligheidsvraagstukken. Gewoon het technische werk, zeg maar. Maar waar blijkt nu uit dat wij in een utopische tijd leven? Met welk gevaar zijn mensen dan zo? Met tal van gevaren. Eigenlijk is het allemaal terug te voeren op van hoe kunnen wij zo lang mogelijk, gezond mogelijk en leuk mogelijk blijven leven? En hoe doen we dat dan? En dat kun je dan terugvoeren op tal van beleidslijnen waarin zeg maar, risico's, men poogt de risico's af te dichten. Voedselveiligheid, klimaat, stikstof. Hele trits van vraagstukken die wij proberen zo strak mogelijk te regisseren, zodat iedereen een veilig en lang en gezond leven kan leiden. Als ik mij op weg hier naartoe, Groningen is altijd een lange rit, en dan luister je
ja, bij gebrek aan beter naar Radio 1. Hè? En dan gaat het, als ik aan twee onderwerpen in mijn gedachten die ik vanochtend gehoord heb, is het bijvoorbeeld risico's voor vrouwen die bevallen zijn. Hè? Ja. Waar nog tal van onderzoek gedaan moet worden om alle mogelijke kwalijke gevolgen te bestrijden. En het andere onderwerp was, daar schiet het me even niet te binnen, maar nou goed, er was nog een onderwerp waarin je merkt van, oh ja, het pesten op school, dat was ook een groot onderwerp, hè, van, daar moest ook weer allerlei onderzoek, en er was iemand gepromoveerd, en nou, ik ken het onderwijs ook wel een beetje, daar worden heel veel programma's opgezet van, ook dat moet uitgebannen worden, wat op zich, van beide gevallen kun je zeggen, dat is toch prima, hè? Dat we willen toch een samenleving waarin mensen aan minder gevaar zijn blootgesteld, waarin minder complicaties voorkomen? Dat is dus een goede vraag, want heel veel onderzoekers in dat filosofische vakgebied van risicoanalyse, vraagstukken, ook dat bestaat, zie je ook dat er zoiets bestaat als weerbaarheid, als veerkracht. Ik ben zelf als jongetje opgegroeid in een wereld waar nog geen astma-medicatie bestond. Dus ik was heel veel ziek en een hoop ellende, veel onderzoek moeten ondergaan van artsen die onderzoek deden naar astma, omdat er geen medicijnen waren. Geen gezellig leven. Ik werd ook gepest op school, ook dat nog eens een keer. Dus het was allemaal een beetje armoedtroef in mijn persoonlijke leven. Niet thuis, thuis was gezellig en allemaal heel goed en prima. En achteraf denk ik van ja, dat was een pittige tijd voor mij, om het zo maar te zeggen. Maar ik heb er ook uiteindelijk wat aan gehad. Namelijk dat je ook een soort weerbaarheid in jezelf ontstaat tegen hoe de werkelijkheid in elkaar zit. En de werkelijkheid is niet altijd gezellig en leuk. Dat is niet zo. En we moeten het maar zien te rooien. En geloof me, dat is niet eenvoudig. Maar het idee dat wij van alles en nog wat, zeg maar, kunnen beschermen voor die grote boze buitenwereld is niet zo simpel. En speelt bij die utopie ook de gedachte rol dat het vooral instanties zijn, de wetenschap of de staat, die ons daarvoor moeten beschermen? Natuurlijk. Utopie gaat uit van een positie, een machtsblok boven ons, die, zeg maar, die wereld voor ons tot in detail organiseert, zodat wij een veilig, leuk, gezellig en lang leven beschoren. Ja. Dat is het idee van de utopie. Ja, en heeft dat ook iets met secularisatie te maken? Nou, dat nog niet eens zo gek lang geleden mensen voornamelijk een religieus duidingskader hadden, waarin dus godsdienst, geloof, mensen ook leerden omgaan met tegenslag en met risico. En dat nu, in het Duits noemen ze dat contingentsbeweltigung. Dus dat we steeds meer het gevoel krijgen dat we door middel van wetenschap en techniek, al die risico's waar we vroeger nog aan blootgesteld waren, dat we die nu zelf kunnen afdekken, als het ware. Althans, we hebben daar de suggestie van dat we dat zouden kunnen. Ja. Het is vaak toch wel een beetje een overschatting van wat we feitelijk kunnen. Maar desalniettemin zijn we tot heel veel dingen in staat, dat klopt. Ik moest even denken aan Eric Voegelin. De immanisering van het eschaton noemde hij dat. Ja. Van de eschatologie, de toekomstidee over het Koninkrijk der Hemelen, wat dan op aarde komt, door God geïnitieerd, niet door ons, is eigenlijk omgedraaid van, we doen het zelf wel. Ja. Of we geloven niet in God, of het duurt te lang, of hoe je het ook verder invult. Secularisering speelt daar een rol in. Zie je ook dat wij denken van, nou, wij kunnen zelf heel veel reguleren. Wij doen het zelf wel. En wetenschap is dan de aangewezen instantie om al die beelden van toekomst in te kaderen en te organiseren. Ja. Maar kun je nou mij uitleggen, want als ik een beetje neutraal observeer, zou je zeggen, nou, we zijn er ook verrekte goed in geworden. Ja. De levensverwachting is beduidend hoger geworden. Er is veel minder kraambedsterfte, bijvoorbeeld, om even dat voorbeeld van die moeders en zwangerschap te gebruiken. Waar stuit dan voor jouw gevoel dat die risicomijding, die contingentsbeweltiging, waar stuit dat op zijn grenzen? Op zijn grenzen. Eén ding, ik ben zelf academisch, ik doe zelf onderzoek in allerlei onderzoeksvelden. Ik ben dol op wetenschap, omdat het leuk is om iets van de wereld te leren begrijpen. Ja. Dat is fantastisch. Dat is echt. Ik word er altijd weer blij van als je dingen ontdekt waar je denkt van, nou, dat heb ik nog nooit gezien, dit is iets nieuws. Maar als chemicus word je ook heel erg gewezen op het feit dat je op een postzegel aan het opereren bent. Het is klein, het is minutieus, je kunt iets uitvlooien en that's it. Chemici wordt heel erg, in de chemische wereld wordt er sterk voor gewaakt dat je dat heel kunt opblazen tot buitenproportionele omvang, alsof je daarmee de wereld hebt begrepen. Dat is niet zo. Je hebt een postzegel heb je in je verzameling gestopt. De neiging die je nu ziet, en die is al vanaf de jaren 60 en 70 begonnen, is dat wij als het ware dat heet dan met een duur woord reductionistisch wereldbeeld tot
enorme proporties wordt opgeblazen alsof wij met het onderzoek wat we gedaan hebben ook daadwerkelijk de wereld doorgrond hebben. En geef daar eens een voorbeeld van waarin je merkt van dat kan niet, of je spiegelt mensen alleen maar voor dat je een soort beheersing hebt van de wereld. Dan moet je even inzoomen. Bijvoorbeeld het vraagstuk van volksgezondheid en fijnstof bijvoorbeeld. Fijnstof als die een grote impact heeft op de volksgezondheid. Althans, dat wil de literatuur. Als je daar induikt, blijken het net vooral statistische modellen te zijn die getallen uitspugen over levensverwachting die mogelijkerwijs zou ingekort worden als wij bovenmate worden belast. Ja. Het bijzondere daaraan is dat wij die modellen werkelijkheid maken. Ja. Want als je alle factoren die er werkelijk mee te maken hebben mee zou rekenen, dat is zo complex als de wereld zelf. Hè? Dus nee, het is iets venijniger dan dat. Okay. Het is eigenlijk, men zegt eigenlijk van het model spuugt een aantal levensverwachtingsbeelden uit. En dat is een model. Maar een van de regels in modellenbouw is: het model is de werkelijkheid niet. Het model is niet gebeurd. De gegevens die we in de wereld opduikelen, die zijn gebeurd. Maar het model is niet gebeurd. Nee. Het is gewoon ons bedenksel. Maar het moment dat je zegt van oh, dat kost zoveel levensjaren bij mensen, of zoveel mensen gaan eerder dood aan die blootstelling. Het moment dat je dat zegt, heb je het model werkelijkheid gemaakt. Mm-hmm. En dan heb je gelijk van ja, maar wacht eens even, als je het model gelijk staat aan de werkelijkheid, dan heb je dus dat kleine modelletje waar je een paar dingen ingestopt hebt, blaas je dus op tot de werkelijkheid, tot onnoemelijke proporties. Oké, maar we kunnen wel meten hoeveel fijnstof er in een binnenstad is. Absoluut, bijvoorbeeld. Maar dat kan. Jij zegt, je kunt die correlatie met wat uiteindelijk iemands levensverwachting is, nee, dat is heel erg onduidelijk. Dat is heel erg onduidelijk, omdat het te maken heeft dat je op het moment dat je denkt dat dat model dat dus zegt, je al meteen in de wereld zit die het model niet is. En het model is de wereld niet. Ja. Nou, dan zie je bijvoorbeeld dat wetenschappen zich sterk over. Vind jij ook het fenomeen klimaatwetenschap ook zo'n voorbeeld van, of in ieder geval de gedachte van, we kunnen het klimaat regelen, hè, met 0, zoveel graden opwarming, et cetera. Vind jij daar ook een aspect van overschatting van wetenschap in zitten? Nou, het interessante is altijd, ik begin altijd als het daarover gaat, hè, fossiele brandstoffen. Als chemicus heb ik nog geleerd van, aan fossiele brandstoffen hebben we eigenlijk relatief weinig. Want die stoffen die we vooral in verbrandingsmotoren stoppen, daar kunnen we chemisch gezien heel weinig mee. Op het moment dat er een chemicus komt en zegt van, ik kan hier wat mee wat anders is dan de boel in de fik steken, dan hebben we een andere wereld. En dat is het trieste van al dat olie en al dat gas, is dat we er eigenlijk chemisch gezien vrij weinig mee kunnen. Dus we gaan het maar verbranden. En dat is nog efficiënter ook, want we kunnen ermee rondrijden enzovoort enzovoort. Dus als chemicus word ik altijd een beetje verdrietig van dat er heel veel gas wordt afgefakkeld in woestijnen in Amerika en elders. Denk van, wat gebeurde vroeger met LPG ook, hè? Ja, wat een verspilling is dat. Ik denk van, daar hadden we heel chemisch gezien, als we dat zouden kunnen, zouden we fantastische dingen mee kunnen. Maar we kunnen er te weinig mee en we hebben er ook heel veel van. Dat is een ander nadeel. Als je het zo zou willen formuleren. We hebben ook zo ongelooflijk veel van dat spul, dat we er bijna niet van gekkigheid niet weten wat we mee moeten doen. Ja, maar even terug naar die vraag van. En nou komt die vraag. Als je dan denkt dat je daar een knop hebt van, als we nou minder CO2 uitstoten, dan hebben we als het ware een thermostaat in handen. Dat is eenzelfde soort voorbeeld. En dat is even los van de vraag of CO2 geen impact heeft. Daar ben ik van overtuigd. Maar het is niet zomaar een knop, het is geen thermostaat waar je aan kunt draaien. Want er zijn waarschijnlijk 1000 andere knoppen waar we geen invloed op uit kunnen oefenen. En als we dat wel zouden kunnen, zou het dusdanig complex worden dat we niet precies weten hoe we dat zouden moeten doen. Wat hebben we gedaan? We hebben in feite hetzelfde trucje uitgehaald als bij fijnstof. Het model wordt de werkelijkheid. Ja, precies. Ja. We hebben een thermostaat in ons hoofd gecreëerd waar we aan zouden kunnen draaien. Ja. Als dat zou kunnen, zou ik ze aan het applaudisseren. Maar dus jij, in jouw dissertatie wil je dus de lezer erop wijzen van, denk erom, dat afdekken van risico's, het voorkomen van gevaar, heeft zijn grenzen. Ja. En dan zeg je als tweede woord in jouw titel, het heeft ook iets met het evangelie te maken, met het christelijk geloof. Ja. Wat zou die geseculariseerde mens, hè, die dus denkt dat hij zijn leven van de wieg tot het graf kan plannen en managen, wat zou die kunnen leren van het evangelie? Dat is een goede vraag. Ten eerste moet je even teruggaan naar waar komt utopie eigenlijk vandaan. En als je nou even heel snel en heel grof de lijn schetst, de utopie heeft iets met evangelie te maken. Met het koninkrijk der hemelen. Het beeld van de wereld die heel is, die goed is.
dat hebben wij als het ware een soort geadopteerd met het idee van, ja, Jezus is dood gegaan. Wij zitten met dat wereldbeeld in ons hoofd dat we er niet meer uit kunnen krijgen. We hebben dat als het ware geadopteerd en we kunnen dat ook zodanig als het ware uitprojecteren dat wij denken dat wij dat wel even kunnen reguleren. Hmm. Neemt niet weg dat wetenschap inderdaad heel veel heeft gebracht. Dat is fantastisch en daar ben ik heel erg blij mee. Maar die overtreffende trap naar voor alles en iedereen goed doen, daar gaat het knellen. En als je dan weer teruggaat van wat zou de geseculariseerde burger... Ja, ik ken hem niet, het is wel erg gegeneraliseerd. Dat zijn maar nog een even, paar verschillende. Precies. Het eerste wat je denk ik kunt leren daarvan is dat het leven niet te managen is. Het is zoals het is. En dat is een ontzettende platitude, maar hij raakt wel precies aan de kern van het bestaan. Heel veel dingen dienen zichzelf aan zonder dat we dat gewild hebben, zonder dat we dat leuk vinden. Of misschien vinden we het wel verschrikkelijk wat ons overkomt. Maar daar moeten we maar mee omzien te gaan. Waar lees je dat dan in het evangelie? Bijvoorbeeld in het verhaal van Jezus die refereert aan het instorten van een toren waarin mensen omkomen. Oh ja. Ergens in het Nieuwe Testament. En dan stelt hij de vraag, denkt hij nou werkelijk dat die mensen meer gezondigd hebben dan jullie, omdat ze omgekomen zijn in dat die toren ingestort is? Het zijn anders natuurlijk nee. Ja. Dat gebeurt nou eenmaal. Ja, ik moet ook denken aan die tekst van Judas. Hè? Dus die bij de voetwassing van Jezus. Dan, Judas zegt dan van deze olie had verkocht kunnen worden. Hè? Precies. Die had effectief aangewend kunnen worden. Ja. En hadden we armen kunnen helpen. En Jezus zegt dan van de armen zult ge altijd bij u hebben. Hè? Dat is een prachtige referentie. Ik gebruik ik ook in mijn proefschrift. Omdat dat de suggestie biedt dat wij niks zouden moeten doen aan armoede. Maar mijn zinziens is dat een politieke uitspraak van Jezus. Waarin hij zegt van kijk in de wereld. Je kunt heel hard daaraan werken, maar je kunt de wereld niet vanuit je eigen activiteiten perfectioneren. Dus de armen zullen altijd bij u zijn, heeft sterk te maken met een diep gevoeld begrip van hoe de wereld in elkaar zit, zoals die nu is. Ja. En de christenen noemen dat dan de zondige wereld. Ik vind dat op zich wel een mooie term, als de wereld mist zijn doel nog. En dat betekent dus ook dat wat je ook doet, dat blijft altijd ergens misgaan, falen. Ja. En wat je als christen wordt opgeroepen is, wees bij diegenen die het niet goed hebben in het leven. En dat vind ik een oproep die iedereen kan begrijpen. Ook als je daar niks aan kunt veranderen? Ook als je niks aan, zeg maar, aan het metaniveau armoede, als een abstractie daarvan. Ja. Ook al kun je daar niks aan doen op dat metaniveau. Maar je kunt wel zorgen voor mensen die het slecht hebben. Die je ontmoet, waar je wat aan kunt doen in jouw eigen leefsfeer. En wat mij het meest verbaast is vooral die tekst van over Johannes de Doper. Die dan doopt en dan roepen mensen, wat moeten wij doen? En dan komt het meest provinciale antwoord wat je zou kunnen bedenken. Soldaten, wees tevreden met je soldij. Het is allemaal dingen die eigenlijk terugvoeren op van wees verantwoordelijk voor jezelf en voor anderen in je omgeving. Ja. Denk van, is dat nou alles? Ja, maar het heeft wel de wereld veranderd in 300-400 jaar. Ja. Dus er zit ook een soort lange adem in. En dan nog zul je worden geconfronteerd met een wereld die heel erg mis kan gaan voor mensen. En daar zit van mij een kern van het evangelie is, wees daarbij betrokken. Ja. In plaats van, ik ga een beleidsdocument schrijven waarin ik zorg dat de armoede er weer uit gaat. Ja, precies. Gaat niet gebeuren. Ja. Gaat niet gebeuren. Oké. Okay. Dan hebben we in ieder geval de titel van jouw dissertatie afdoende verklaard, hoop ik. Dan gaan we zo meteen verder met dit gesprek over utopie, over het milieu en hoe wij omgaan met de betrekkelijkheid van het menselijk handelen. Graag tot zometeen. Welkom bij De Break. In maart 2020 verschijnt alweer epoch nummer 7 en de titel laat niets aan de verbeelding over. Neo-Nederland, een land zonder boeren, een zee zonder vissers en een economie zonder MKB. We blikken daarin terug op een half jaar Blue Tiger Studio, de agenda die we daar hebben blootgelegd en de behoeften voor de toekomst. Verder in dit nummer hebben we eindelijk de ruimte voor grote interviews en wel met vier eminenties. De hoogleraren Frank van Dun en Theo de Wit, de topadvocaat Jan-Louis Burggraaf en het New Yorkse stijlicoon Bruce Boyer. U kunt dit nummer losbestellen, maar natuurlijk ook per abonnement. En in het laatste geval ontvangt u daarbij mijn grote werk Permafrost, een boek over geopolitiek tussen 1914 en nu gratis. Kijk op www.epoch.media voor meer informatie.
Welkom terug in de Blue Tiger Studio, waarin ik spreek met Jaap Hanekamp, theoloog en chemicus. Ja, we spreken eigenlijk, Jaap, voortdurend over beheersing en ja. het beheersen van risico's. En toen ik jouw publicatie zo een beetje doorlas, zag ik dat jij ook met mij een bepaalde obsessie deelt voor de romantiek. Ja, de romantiek was natuurlijk eigenlijk al een correctie op dat verlichte, rationele denken van de verlichting. En dat is volgens jou denk ik ook heel veel intuïties die wij vandaag de dag hebben, komen voort uit die romantiek. Uit die een beetje eind 18e eeuw, ja. Loop van de 19e eeuw. Kun jij die mentaliteitsverandering is schetsen? Ja, romantiek, zoals je zelf al aangaf, is natuurlijk is een soort correctie op het idee dat wij met wetenschap en vanuit de verlichting heel veel kunnen realiseren, structureren, ordenen. En de romantiek ging er sterk uit van, ja, wacht eens even, nu ga je te ver. We hebben iets met de natuur, de omweld, de schoonheid, esthetiek kwam ook sterk weer op toen. Wat eigenlijk dat beheersingsideaal, de gedachtegoed dat wetenschap alles kan reduceren tot meetbare eenheden, dat wees men af. Dat fenomeen, dat is eigenlijk is doorgerold in de 19e eeuw naar de 20e eeuw, vanuit de gedachte van, wij kunnen niet alles organiseren. Er werd ook een soort kritiek ontstond er ook in de 20e eeuw, vanuit dat natuurdenken, dat groene denken, dat romantische denken over de wereld. Moet ik even onderbreken, want ja? Je krijgt dus inderdaad in de romantiek dus de gedachte van, de natuur is niet iets wat wij beheersen, nee. en meten en weten, nee. Maar dat is eigenlijk een soort, het liefst eigenlijk de oernatuur, hè, de woeste, ongetemde natuur, ja. Waaraan een mens zich als het ware moet overgeven, of waar hij zeker zich ook machteloos tegenover staat. Ja. En je krijgt dan een soort, ook in Amerika zie je dat wel met Walden, van Thoreau, is dat geloof ik? Een uitloop daarvan is Jacques B. Thijssen in Nederland. Ja. Daar zit ook, als je die prentenboeken van vroeger nog ziet, een heel een wat meeslepend beeld van de natuur. Die hele obsessie eigenlijk met de natuur, vooral het liefst de ongetemde of de oorspronkelijke natuur. De oorspronkelijke natuur, ongerepte natuur. De ongerepte natuur, dat is een heel romantisch thema eigenlijk. Dat is een heel romantisch thema, omdat daar we als het ware de controle verliezen. Ja. En dat hebben we nodig, althans vanuit de romantiek wordt dat gedacht, om zeg maar ons mens zijn weer te kunnen waarderen in die woeste wereld. Die wereld van schoonheid en ongetemdheid en ongereptheid, vooral dat. Je zou zeggen van, dat staat toch haaks op dat controle-idee van de utopie. Nou, dat is niet zo, want de romantici die zeg maar vanaf de 19e eeuw naar de 20e eeuw zeg maar doorrolden, begonnen te signaleren dat de mens heel veel impact kreeg op die ongerepte natuur. Ja. Met zijn chemie, met zijn infrastructuur, met zijn industrie, met zijn creëren van welvaart. Zijn prachtige schilderijen gemaakt waar zelfs de industriële wereld als het ware al romantisch werd geschetst. Ik heb in mijn proefschrift daar een voorbeeld van gegeven. Waarin ik ben even de schilder kwijt, de kunstenaar, die zeg maar het pastorale ideaal, wat een voorbeeld is van die romantiek, industrieel neerzet. Ja, zonder dus mensen, een soort stilte van de industrie. Ja, dus de industrie werd geromantiseerd en de natuur werd juist ook weer beheerst. Ja, beheerst. En daar ontstond de ongerustheid dat die industrie, de 20e eeuwse mens die met zijn chemie, met zijn industrie, met zijn logistiek, met zijn stedenbouw, steeds meer ging interfereren met die ongereptheid. Ja. En is dat ook dat idee van rewilding? In mijn woonplaats Nieuwkoop bijvoorbeeld heb je dan moet er ineens weer een stuk weiland onder water worden gezet. Ja. En het liefst hebben ze dan nog wat van die hekrunderen erop, die ook gewoon genetisch gemanipuleerd zijn volgens mij. Dat is een diep gevoelde romantische wens van de moderne mens, omdat dat rewilding, dat ongerepte, wat natuurlijk volstrekt gereguleerde ongereptheid is overigens. Dat is daar een voorbeeld van. Juist omdat het feit, aan de ene kant gaan wij als mens steeds domineren. Dat conflicteert als het ware met dat romantische wereldbeeld van die ongereptheid.
En Anna Bramwell, een bekende historicus, signaleert dat in de jaren 60 die twee stromingen bij elkaar kwamen. Hmm. Aan de ene kant is de waarschuwing van dat Club van Rome begon dat heel sterk. De waarschuwing dat wij veel te veel ingrijpen in die wereld en misschien wel aan de grenzen lopen van onze groei. Ja. Aan de grenzen van de wereld. We hebben meerdere werelden nodig. Ecologische voetafdruk is ook zo'n term die daarin meespeelt. Naast die wens om die ongereptheid in stand te houden. En op dat moment kwamen die twee samen, dat aan de ene kant de regelgevers van de samenleving zeggen van, maar dat kan niet, we moeten nu ingrijpen om die wereld te beschermen. En daarmee in feite de ultieme controle hebben genomen, als je het zo zou willen formuleren, van die ongereptheid. Ja. Het waren een structureren vanuit het romantisch beeld van die ongereptheid. Ja. Dus dan krijg je dus beleid, daar is hier in de studio ook meerdere malen over gegaan, ook onder andere over de Noordzee en de visserij. He, dus die Noordzee moet behouden worden en de Waddenzee, dat moet UNESCO-erfgoed zijn. Vanuit diezelfde gedachte, zeg maar, dan moeten we overschakelen op windenergie. Dus dan worden er 22.000 windmolens op zware betonnen voeten in de zeebodem geplaatst. He, dus je krijgt tegelijkertijd een Noordzee die helemaal geëxploiteerd wordt op een technische, hoogtechnologische industriële manier. Klopt. Om tegelijk zoiets als natuurbehoud of ongerepte Waddenzee, et cetera, te kunnen. Het zijn gewoon twee trajecten die als het ware naast elkaar lopen. Of? Nou, ze zijn eigenlijk, mijn zin is, in elkaar vervloeid. En dat maakt het ook moeizaam om dat te onderscheiden. Want als je zegt van, wij zien dat de wereld te veel wordt beïnvloed door onze activiteiten. We moeten dus stoppen met renewables of non-renewables, dus olie en gas. We moeten stoppen met het rijden van auto's met interne verbrandingsmotoren. En daarmee ook een vorm van herindustrialisering van die ongerepte natuur door heel veel windmolens te plaatsen. Dat is zeg maar de paradox die diep geworteld zit in die romantiek van de 19e eeuw en die sterke industrialisatie van de 20e eeuw, die weliswaar bij elkaar zijn gekomen en daarmee ook een probleem creëren die in feite onoplosbaar wordt. Want we willen het ene, maar we willen ook het andere. Ja. Nou, dat was mijn vraag eigenlijk, van kunnen die gewoon naast elkaar blijven bestaan? Of zeg je van ook dat idee van een energie-neutrale economie, zeg maar, hè? Is dat ook een soort utopie waarvan je zegt van, dat stuit vroeg of laat op zijn grenzen. Dit kan helemaal niet. Of het moet op een megalomane manier uitgerold worden. Ja, hoe de toekomst eruit ziet is altijd lastig omdat het over de toekomst gaat. Maar wat is het probleem? Het probleem is dat je dus een conflict hebt gecreëerd inwendig tussen de wens van die ongereptheid en daarnaast zeg maar een industrialisatie vraagt op een ongekende schaal om op hetzelfde niveau door te rollen met onze welvaart in feite. Ja. En ik stel mezelf wel eens de vraag van, is het niet zo dat als het gaat over meer windenergie, meer biogascentrales, noem het allemaal maar op, zijn we dan niet bezig om in feite energieconsumptie onmogelijk te maken voor een grote groep burgers? Hmm. Dat zou kunnen. Dat weet ik niet of dat zo is, maar dat zou kunnen. In feite moet je schaarste creëren om de mogelijkheid van het gebruik van olie en gas af te remmen. En die schaarste is niet energie, want er is geen energieschaarste. Men heeft wel een nieuwe vorm van schaarste gecreëerd. Dat heet stabiel klimaat. Mm. Geen idee hoe die schaarste eruit ziet, maar dat is blijkbaar verkocht aan de burger. En aan iedereen eigenlijk. Het beprijzen van CO2 bijvoorbeeld. Het beprijzen van CO2 heeft niks te maken met een gebrek aan energie, want olie en gas genoeg. Maar het heeft te maken met, ja, we hebben wel genoeg olie en gas, maar we hebben nu een schaarste en dat heet stabiel klimaat. Dan moeten we jij zegt telkens, olie en gas hebben we genoeg. Ja. Dat vind jij evident, maar voor veel kijkers die zullen misschien denken, oh, we zijn toch binnen enkele decennia door onze fossiele brandstoffen heen. Nee, als je gewoon ik zal het even aan een voorbeeld illustreren van een collega van mij uit Amerika, een geoloog. Die had een plaatje, een nachtshot van Noord-Amerika. Daar zag je de East Coast en de West Coast. Zag je New York oplichten met al zijn lampen en Los Angeles. En ook North Dakota. In North Dakota woont niemand. Maar dat was dus net zo hel verlicht als de West- en de Oostkust in Noord-Amerika. En dat was een openingsplaatje voor zijn verhaal over olie- en gasproductie in Amerika. In North Dakota wordt zoveel olie en gas
opgepompt. Op zo'n niveau dat het gas wat ook nog ook gewonnen wordt, dat kan men niet transporteren, dat steekt men gewoon in de fik. Nee, massaal. Nee. En dat heeft zo'n invloed op de verlichting van die hele woestijn daar, dat het net zo oplicht als de East en de West Coast. Dus wij moeten van het gas af tegen enorme prijzen, terwijl men het daar gewoon aan het als restproduct aan het verbranden is. Ja, en dat vind ik overigens buitengewoon triest, want dat geeft dus aan hoeveel we daarvan hebben. Overigens heeft de staat nu verboden dat maar te blijven doen, want dat is natuurlijk een enorm verschil. Wordt daar trouwens gepompt naar olie, ja, of wordt dat gefrackt? Dat is fracking. Dat is fracking. Ja. En dat schijnt trouwens ook heel slecht te zijn voor. Dat schijnt een soort maanlandschap over te blijven als je daarmee klaar bent. Ja, typisch Amerikaanse valt er wat te halen. En wat ik het meest treurig aan vond, als een bron voor 5% is leeggetrokken, dus 95% zit erin, dan sluit men gewoon af, gaat men naar de volgende bron. Er is dus zoveel van dat soort producten dat men inderdaad gewoon massaal daar een olie- en gasboom heeft. Ja. Wat in feite Saudi-Arabië heeft voorbijgestreefd in zijn olie- en gasproductie. Ja. Ja. Dus om even, dat is een illustratie. Dus ik wil niet beweren dat het hele beeld is, maar er is heel veel. Ja, dit was even een intermezzo. We hadden het erover, wat is nou het probleem met die, jij zegt er een soort kunstmatige schaarste gecreëerd. Nogmaals wil ik benadrukken, ik zou heel graag willen dat olie en gas op een andere manier gebruikt worden. Als chemicus zeg ik dat. Wat een verspilling is het eigenlijk. We zouden zoveel leukere dingen ermee kunnen doen. Even los daarvan, dus aan olie en gas geen schaarste. Maar we hebben vanuit het utopische gedachtegoed schaarste nodig om überhaupt beleid te gaan voeren wat die schaarste schijnbaar adresseert. En dat is in dit geval nu klimaatbeleid geworden. De bescherming van een stabiel klimaat vanuit de gedachte dat we dus een thermostaat hebben, CO2 genaamd. Als we die terugdraaien, dan gaan we niet over een tipping point heen van 2 graden of zo. Dat is een beetje het beeld wat daarmee wordt opgeroepen. Ja. En even los van het wetenschappelijk debat over klimaatverandering, daar raak ik even niet aan. Het gaat meer over de engineering kant van het maatschappelijke debat. Van het opnieuw engineeren van een samenleving rondom die nieuwe schaarste. Prima. En nou wil ik eigenlijk van jou weten, want we hebben het over utopie en ik wil het graag ook een beetje concreet houden. Hoe ziet die utopie eruit? Wat willen deze mensen uiteindelijk? Willen ze dat wij... Wat voor wereldbeeld hebben zij voor zich? Wanneer is die utopie naar hun idee gerealiseerd? Nou, kleinschaligheid, daar begint het mee. Lokaal produceren, alleen voor onszelf. Dus boeren op het lokale marktje de vlees verkopen. Het is in feite dus het romantische beeld van de 19e eeuw. De lokaliteit, het kleinschalige, de menselijke maat. Maar ik zie dat niet als ik 22.000 windmolens zie verhijzen zo hoog als de Domtoren. Daar zit dus ook de contradictie die al vanaf de jaren 60 in dit debat zit. Is dat we aan de ene kant dat wel roepen, maar een hele andere manier daar invulling aan geven. Dus met andere woorden, we roepen een soort duurzaamheidsbeeld over ons af die sterk industrieel van aard is. En dat is de contradictie die in feite onoplosbaar lijkt. Omdat het niveau waarmee wij zeg maar energie opwekken en consumeren van die aard is, dat er alleen maar een industrieel beeld, weliswaar vergroend industrieel beeld, tegenovergeplaatst gaat worden. Dus men maakt eigenlijk bepaalde delen van de economie gewoon onzichtbaar. Hè? Dus die Nederlandse boer moet het liefst kleinschalig worden. Ja. Hè? Waar de bewoner van de voorsteden van Amsterdam op de bakfiets naartoe kan om een kannetje melk te halen. Ja. Maar via de achterdeur wordt bijvoorbeeld met CETA of met de Oekraïne worden de contracten gesloten dat toch die enorme behoefte aan vleesproducten en aan zuivelproducten door kan gaan. Klopt. Maar het is dus eigenlijk een vorm van window dressing. Het is window dressing, omdat je in feite heel veel van dit soort productieniveaus verplaatst naar andere landen dan Nederland. Ja. Dus het is in feite de stoeptegels schoonvegen, terwijl de rotzooi op een andere stoeptegel blijft liggen. Ja. Dat is een beetje wat je bij dit soort beleid ziet. En dat baart mij zorgen. Kijk even los van het feit dat je natuurlijk innoverend vanuit de industrie die we hebben heel goed efficiënter kunt werken. Ik vind het altijd mooi, de olie-industrie en de chemische industrie zijn een van de meest efficiënte industrieën ter wereld. Ja. Procent voor procent, joule voor joule, euro voor euro. Maar de geavanceerde nieuwe dieselmotoren uit Duitsland zijn geweldig energiezuinig. Onvoorstelbaar. Dat wordt nu allemaal weggedaan met de belofte van een soort energie-neutraal elektrisch rijden. Wat maar zeer de vraag is natuurlijk of dat haalbaar is. Het is niet alleen niet haalbaar, maar het is ook een voorbeeld van utopisch denken, is dat we met een hele grote stap in één keer voorwaarts kunnen gaan. Terwijl de beroemde Karl Popper zegt, laten we dat nou eens even
fine-tunen, rustig stapje voor stapje doen. Want een grote stap creëert ook vaak enorm veel problemen voor een samenleving. Je creëert een nieuw probleem wat we plotseling niet kunnen oplossen, omdat we die grote stap gezet hebben. Ja, ja. In plaats van dat je zegt van energie-efficiënte motoren, heel erg graag. Nogmaals, als chemicus roep ik altijd van, we kunnen zoveel dingen zoveel beter doen. Maar dat zijn vaak stapjes voor stapjes voor stapjes. Je gaat niet in één keer een enorme sprong. Dat gebeurt wel eens. Ja. Dat is zeldzaam. Ja. En de utopist is bij definitie een ongeduldig mens. Ja. Die ja. wil in één keer, binnen één generatie, alles veranderen, voor iedereen beter. Ja. Dat nooit gebeurt, dat weten we historisch al heel erg lang. Dat maakt niet uit, want we willen nu eenmaal beter en wel nu. Ja. En dat ongeduld creëert ook enorm veel problemen voor heel veel mensen. Ja. Zit daar ook het risico in van, omdat die stappen zo radicaal moeten zijn, dat het bijvoorbeeld ook enorme staatsmacht legitimeert? Hè? Dat is al een jaar of 10 geleden had je dat boek Eco-Stalinisme bijvoorbeeld. Ik ken het niet, hoor. Het valt mij ook op dat niemand dat... Ik moet dat nog eens uitzoeken. Niemand noemt dat boek ook meer. Maar dat werd toen niet eens in waarschuwende zin gebruikt. Maar dat was gewoon een noodzakelijke stap, geloof ik. Ja, nou ja, maar dat idee van een, die grote noodzakelijke stap, die moet dan ook met een bepaalde politieke doorzettingsmacht, zeg maar. Nou ja, de legitimiteit om nu wat te doen wordt ook sterk gepropageerd vanuit het idee van het klimaat verandert nu. We moeten nu wat doen, anders gaan we allemaal ten onder. Dus dat is zeg maar de andere kant van de utopische medaille, is de dystopische kant. De angst voor het in elkaar storten van de samenleving. Ja. En dat gebeurt nu al. En omdat dat zo is, moeten we dus nu wat doen. Anders gaat het over. Wat is de dystopie van nu? De dystopie is nu van het bijzondere weer. We krijgen dramatische veranderingen van weerpatronen die onze samenleving gaan ontregelen. Daar moeten we nu wat aan doen. Anders gaat het over 12 jaar of 11 jaar of 10 jaar. De voorspellingen wijzigen nog alles. Gaat het dramatisch fout, dan kunnen we ons niet meer handhaven in dit deel van de wereld of in andere delen van de wereld. Dat beeld, en je ziet het heel veel films, ik ben een grote filmliefhebber, heel veel dystopische films, ja, als Snowpiercer, post-apocalyptische films, er worden heel veel geproduceerd. Ja. Die laten dat beeld ook zien van als we nu niet ingrijpen, dan gaat het helemaal fout. Nou, dat nu niet ingrijpen suggereert een soort bovenpartijelijke construct van organisatie die nu dramatisch, draconisch moet ingrijpen om erger te voorkomen. Ja. En dat is inderdaad een soort beeld van het utopische Stalinisme, of hoe je het ook verder ook noemt. Dat wordt gelegitimeerd door dat dramatische schets van de toekomst. Ja. De dystopie van de toekomst. Duidelijk. Dan wil ik het straks nog even met jou verder hebben over vertrouwen in wetenschap bij burgers. Er is ook veel scepsis. En een aantal dossiers waar jij ook in je werk mee te maken hebt. CO2-uitstoot. Hoe wordt dat gemeten? Risicoanalyse. Stikstof. Dus dan stikstof, sorry. Dus we gaan daar na de break nog even over verder praten met Jaap Hanekamp. Graag tot zometeen. Welkom bij De Break en graag uw aandacht voor een van onze all-time favorites. Gekochte journalisten. De auteur Udo Ulfkotte werkte jarenlang bij een van Duitslands grootste kranten, de Frankfurter Allgemeine. Hij kwam daar in aanraking met praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen. Journalisten bleken zonder probleem voor geheime diensten te werken, lieten zich vetteren met lange snoepreizen naar Amerika en lieten vergaande invloed van overheden toe in hun schrijfwerk en waarover ze wel en niet schreven. Hij kreeg spijt van zijn werk, nam ontslag en schreef Gekochte journalisten. Dit boek stond 3 jaar lang achter elkaar in de top 10 van Duitsland, tot groot ongenoegen van het hele media, boeken- en bladenkartel en de geheime diensten. Een paar jaar geleden overleed Ulfkotte aan de gevolgen van zijn werk. Veel te jong en zo belangrijk geweest voor de ontmaskering van de mainstream media. Kijk voor meer informatie op www.deblauwetijger.com/winkel. Dank u wel. Welkom terug bij dit interview over klimaat, over wetenschap, met chemicus en theoloog Jaap Hanekamp.
Het onderwerp wat ik in dit derde deel met jou wil bespreken is ook de rol van wetenschap, de ingrijpende politieke maatregelen ook die getroffen worden op dit moment op het gebied van CO2, stikstof, groene energie, et cetera. Ja, dat laat toch een heel verwarrend beeld zien van wat zijn nou precies de wetenschappelijke data die daaraan ten grondslag liggen. Mensen verliezen ook vertrouwen in die instituties. Hè. Dat wordt ook vaak in het politieke debat genoemd. Dat is het ergste ongeveer wat je kunt doen, dat je het RIVM of het KNMI niets meer zou vertrouwen. Is die skepsis in onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, is dat terecht volgens jou? Ja, dat is weer zo'n dubieus antwoord of een dubbel antwoord, ja en nee. Aan de ene kant, wetenschap heeft natuurlijk een aura van betrouwbaarheid, transparantie, orde, verzameling van data, analyses enzovoort enzovoort. En dat is terecht. Wetenschap heeft heel veel gebracht. Stel je voor dat als je naar een arts gaat en je zegt van ja, maar hoe zit het nou met die studies over dit medicijn wat ik krijg? Stel je voor dat je zo'n discussie krijgt met een arts. Dat wordt heel erg moeilijk. En lastig. En je zou niet willen dat dat gaat gebeuren. Nee. Dat je constant die arts maar betwijfelt in wat hij doet. Soms is dat wel eens verstandig, maar meestal niet. Want dan is behandeling wel heel erg lastig geworden. Dus laat ik daarmee beginnen. Het probleem van de institutionalisering van de wetenschap is wel dat overheden belang hebben om dat soort instituties te financieren. En terecht. Je wil ook instituties hebben die onderzoek doen naar thema's die niet zomaar commercieel van belang zijn, maar waar we wel iets over willen weten, omdat we daar iets aan moeten doen bijvoorbeeld. Maar wat ik zelf gezien heb en ervaren heb, heel veel van dat soort onderzoek blijft, althans de data daarvan, de ruwe data, de onderlegging van al het onderzoek wat gepubliceerd, blijft in kasten liggen. Ja. En dat heb ik altijd heel vreemd gevonden. In 2015 hebben wij de Wageningen Universiteit gevraagd naar de data rondom bemesting, dus hoeveel ammoniak komt er vrij bij bemesting. En het is een heel lang steekspel geworden tussen een aantal collega's, ik en de WUR, om die data op tafel te krijgen. En waarom is dat? Ik kan er allerlei slagen naar slaan, maar ik weet het niet. Ik kan naar intenties raden, maar daar heb ik altijd een beetje moeite mee. Het is wel zo dat... Want dit is niet het enige voorbeeld, hè, van dat die brondata. Ook bij de IPCC is dat een probleem. RIVM heeft daar heel erg moeilijk over gedaan tegenover... RIVM is wat anders. Die zijn een stuk opener, heb ik zelf gemerkt, dan andere instituties. Het is niet altijd volledig, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd wel goede contacten heb met het RIVM. Maar bij andere instituties dus helemaal niet. Even los van wie, wat, waar en waarom. Uitgangspunt van het wetenschappelijke onderzoek is altijd dat het reproduceerbaar is. Met andere woorden, ik moet het onderzoek wat Pietje Puk heeft gedaan, moet ik na kunnen doen. Ja. Met gegevens die hij primaire data. Gewoon primaire data. Dat is een standaard procedure. Twee is, als je iets publiceert, moet dat inderdaad in de openbaarheid gebeuren. Je moet laten zien van ik heb dat gedaan, dat zijn mijn uitkomsten. Wat vind jij daarvan? Dat is als het ware de uitnodiging naar de wetenschappelijke gemeenschap. Dit vind ik, wat vind jij? Ja. Dus dat soort instituties... Maar kan het zijn dat toch dit soort instituten niet hun wetenschappelijke methode als zodanig, maar wel hun agenda, hun werkzaamheden, dat die toch al sterk belast zijn met bepaalde beleidsdoelen die politiek geformuleerd zijn en waar die instituten zoals de Wageningen Universiteit toch niet helemaal neutraal tegenover staan? Nou, daar zit wel een probleem in de zin van dat heel veel financiering natuurlijk die de overheid zeg maar uitstrooit over onderzoeksland vaak een soort richtinggevend werken. Ja. Wij willen heel veel onderzoek naar CO2 en klimaatverandering. We willen heel veel onderzoek naar ammoniak en biodiversiteitsverandering. Dan vernauw je als het ware het onderzoeksveld met de financiering voordat je überhaupt onderzoek gedaan hebt. En dat is een probleem. En je krijgt natuurlijk als onderzoeker al een vermoeden van wat de financierende partij wil horen. Zeker. Ja. En ik wil heel die instituties niet betichten dat ze op die manier functioneren, maar het werkt het wel in de hand. Ja. Een van mijn oproepen die ik al heel lang doe, onderzoeksinstituties moeten per definitie websites hebben waar
al hun ruwe data, hun modellenwerk, hun programmeerwerk gewoon opstaat voor iedereen om te downloaden, om daarnaar te kijken. Dat zou een uitgangspunt moeten zijn. Als onderzoeksinstituties vertrouwen willen terugwinnen, is dat de beste stap die ze kunnen doen, sowieso. Laten we nog naar een ander begrip kijken waar jij veel over schrijft. Dat vind ik een heel interessant en moeilijk begrip. Wat toch ook wel iets te maken heeft met misschien ook wel een niet zuiver rationeel element in dat wetenschappelijk discours. Of ook in het beleidsdiscours van politici. Dat is het voorzorgsbeginsel. Ja. Wat bedoel je daar nou precies mee? Het voorzorgsbeginsel is al een redelijk oud principe dat uitgaat van het idee bij twijfel niet doen. Nou, chargeer ik een beetje, maar dat is wel een beetje de uitwerking daarvan. Als je niet zeker weet of een bepaald product of proces of innovatie mogelijk schade kan veroorzaken aan mens, milieu, toekomst van mensen enzovoort, dan kan het voorzorgsbeginsel fungeren als een beleidsprincipe van ho, wacht even, dat gaan we nog niet doen, zoek eerst maar eens uit of dat veilig is. Kun je daar een concreet voorbeeld van noemen? Concrete voorbeelden genoeg. GMO's in Europa, dus genetisch gemodificeerde organismen, is altijd sterk vanuit dat principe gereguleerd. In feite konden wij heel veel organisaties, boeren, bedrijven geen producten op de markt brengen die vanuit zeg maar, die genetisch gemodificeerde hoek werden geproduceerd. Omdat men bang was van ja, maar dat is technologisch van aard, niet volgens de standaard procedures van veredeling, zeg maar de ouderwetse of oudere principes van veredeling. Dat zou wel eens een risico kunnen zijn, dus dat staan wij niet toe. Dat is een vorm van voorzorg. Je hebt dus niet alle gegevens, je weet niet precies hoe het zit. Er is onzekerheid, het roept angstgevoelens op, daar zijn we mee begonnen. Laten we het niet doen. Dat is een beetje. Kernenergie, is dat ook zo'n voorbeeld? Absoluut. Kernenergie heeft natuurlijk een diep gevoelde angst ten aanzien van de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki. Maar dat idee van waar die voorzorg betrekking op heeft, dat blijft vaak een beetje diffuus natuurlijk. Dat is nooit echt. Maar dat is ook het beginsel zelf. Ja, het is een irrationeel element in die. Nee, het beginsel zelf wordt ingezet bij datgene wat we niet weten. Ja. Waar we onzeker over voelen, waar we angstig voor zijn. Dus we hebben eigenlijk geen gegevens, maar we zeggen ik ben er niet helemaal zeker van of dat allemaal wel goed uitpakt. Voorzorg. Dat is wat we, zeker in Europa, maar Amerika is daar net zo goed in, hebben we dat op heel veel manieren op die manier toegepast. Maar ik zie het probleem dan toch niet zo, want dat is toch in principe goed, een bepaalde terughoudendheid? Terughoudendheid is goed, maar de. Waar zie jij problemen ontstaan dan met dat voorzorg? Het probleem ontstaat bij het uitgangspunt, dus wanneer vinden wij iets gevaarlijk? Of wanneer begint onze gevoelens van onrust op te doemen? Maar dan kun je de scenario's bedenken van we laten boeren of andere ondernemers allerlei dingen niet meer doen, hè? Want straks stijgt de zeespiegel 2 meter. Heel overdreven gezegd. Bijvoorbeeld. Je kunt het dus als een stok gebruiken om allerlei dingen te saboteren. In feite kun je processen sturen in de samenleving vanuit het voorzorgbeginsel. En een van de dingen die ik ontdekt is dat voorzorg primair wordt toegepast op technologische wetenschappelijke innovaties. Je ziet bijvoorbeeld, ik heb wel eens gezegd van in een van mijn blogs, klimaatbeleid moet uit voorzorg verboden worden. En daar heb ik, en dat is geen retorische flauwe truc, dat heeft te maken met het feit dat klimaatbeleid zoveel kosten, maatschappelijke kosten met zich meebrengt, dat dus mogelijkerwijs mensenlevens gaat kosten. Ja. Dat heet met een duur woord cost-induced fatalities. Dus ja, hier wil ik even, want hier maken we even. Ja. Die twee begrippen, dat zijn een beetje de tegenhangers van elkaar. Wij hebben het in Nederland heel veel, ook in het beleid, over dat voorzorgsprincipe. Ja. Bij twijfel niet oversteken. Bij twijfel, precies. Jij zegt eigenlijk is er een soort tegenhanger van dat begrip. En dat is in de Verenigde Staten veel gangbaarder. Ja. En dat noem jij cost-induced fatalities. In feite, mensen die eerder overlijden doordat overheden A, heel veel kosten van burgers vragen in vormen van belasting, of B, heel veel geld aangeven aan één onderdeel van hun heel beleidspakket wat ten koste gaat van andere zaken. Ja. Bijvoorbeeld als we nu klimaatbeleid, we gaan heel veel geld uitgeven aan klimaatbeleid, er blijft minder geld over voor anderen, voor gezondheidszorg bijvoorbeeld, voor ouderenzorg, dan zul je daar als het ware de slachtoffers van zien ten opzichte van het beleid wat men gevoerd heeft. En
En ook dat de gevolgen voor de, ja, de kosten van dat klimaatbeleid heeft ook uiteindelijk gevolgen voor het besteedbaar inkomen van burgers. Ja. Dus die zullen ook minder keuzes hebben, omdat zeg maar, het inkomen wordt minder. Dat is natuurlijk een heel oud principe wat we al heel lang kennen. Hoe minder je inkomen je hebt, hoe korter en minder gezond je leeft. Dat, is, ja. dat kennen we al sinds de middeleeuwen, zien we dat al. En dat bestaat nog steeds. Dat is nog steeds niet veranderd. Hoe minder inkomen, hoe korter je leeft. En dat zijn behoorlijk grote verschillen, ja. hoor. Dus jij ziet in die Amerikaanse context zit er toch veel meer een soort nuchtere correctie op. Oké, je kunt wel zeggen, zoals in die agenda-uitspraak, hè, recht op leven wordt dan als een soort doel van beleid gesteld. En eigenlijk, ja, wie kan daar tegen zijn? Hè? Dus alle kosten zijn ook gelegitimeerd. Ja. Maar jij zegt van, ja, maar als je zoveel kosten in dat klimaatbeleid stopt, hè, omdat daarmee het recht op leven gewaarborgd zou zijn, dan moet je ook gaan calculeren van, als je dat geld allemaal op die manier uitgeeft, dan kan op andere terreinen ook het recht op leven wel eens in het gedrang komen. Het recht op leven is een te algemeen, dat is natuurlijk een principe waar niemand nee tegen kan zeggen. Nee. Maar het is niet zo dat dat een gratis principe is, helaas. Nee. Dat is niet zo. Het heeft te maken met wat burgers kunnen besteden zelf. En het heeft te maken met hoe overheden hun geld uitgeven. Ja. Als er heel veel geld naar een heel klein beleidsterrein moet gaan, wat we dus steeds groter maken, dat betekent dat andere beleidsterreinen daaronder moeten lijden. Want geld is gelimiteerd. Ja. En in feite had de rechter moeten afdwingen dat die berekening gemaakt zou moeten worden. Recht op leven, prima. Maar hoe ziet dat plaatje er dan uit voor de burger? Wat als dat betekent dat zoveel tientallen bedrijven in de bouw, boeren, gewoon financieel ten onder gaan? Ja. Dat is ook op een bepaalde manier, bedreigt dat hun leven? Of in ieder geval de manier waarop ze zitten? De grap is, de beste remedie tegen allerlei volksgezondheidsinbreuken is het hebben van werk. Ja. Het hebben van werk is de beste garantie dat mensen gezond oud kunnen worden. Ja. Dat is absoluut, en dat weten we al honderden jaren. Dat is geen nieuw verhaal. Dat weten we al heel lang. Maar als je dus de mensen, burgers, het recht ontneemt om normaal te kunnen werken, dan weet je al dat de volksgezondheid nadelig gaat beïnvloeden. Dat daar dus, om het zomaar te zeggen, slachtoffers gaan vallen. Ja. Dat weten we. En het rare is dat wij daar in Nederland een beetje besmuikt over doen. En ik weet wel waarom dat zo is. Je mag mensenleven niet in geld uitdrukken. De schatting is dat als beleid meer dan 6 miljoen euro per burger kost, dat mensenlevens kost. Hmm. In Amerika is er al 30, 40 jaar onderzoek aan, gebeurt daaraan. Het is een belangrijk onderdeel van beleidsafwegingen. Om politieke redenen trouwens lang niet altijd gedaan, hoor. Dus zo ideaal is het daar ook niet. Hier in Nederland zeggen we, ja, maar je kunt geen mensenleven in geld uitdrukken. Maar dat is het punt helemaal niet. Het punt is juist het limiteren van beleid vanuit dat perspectief van die 6 miljoen. Ik zeg dus niet, een burger is 6 miljoen waard. Wel nee, ik zeg precies het tegenovergestelde. Ja. Van beleid mag niet meer kosten dan dat. Want dan weet je al dat het muntje de verkeerde kant op gaat vallen voor heel veel mensen. En dan wordt beleid dus zo duur, of in belastingvorm, of in uitgavenvorm van de overheid, dat dus burgers gezonde levensjaren gaat kosten. Ja. En ik vind het verbijsterend dat niemand het daarover heeft. Nee. Ja, wat is dat dan? Want jij zegt zelf, dat vinden wij in Nederland raar, of daar hebben wij het niet over. Maar het is toch ook geen het heeft een zekere evidentie natuurlijk ook. Dat je berekent van oké, als we nou 1000 miljard aan klimaatbeleid, energietransitie en dergelijke gaan besteden, dan gaat dat ten koste van andere dingen die ook in het belang van de burger zijn. Ja. Het heeft te maken met wederom zeg maar, het utopische beeld van als we vandaag is het even doorbijten, maar morgen wordt het beter. Dat is het standaard beeld van de utopie. Ja, vandaag is het zwaar, we hebben het allemaal zwaar, maar morgen wordt het beter. Ja. Maar we weten uit ervaring, dat is nooit zo. De utopie werkt nooit zo. Er worden een aantal burgers in een land profiteren daarvan. En de meeste zijn verliezers van een dergelijk perspectief. Ja. En in dit geval worden dus de meesten in Nederland worden hebben de nadelen van dit soort grote sprongen voorwaarts met dit soort beleid. En eigenlijk voorkomt dat soort
rekentrucs, het uitdrukken van een mensleven in geld, voorkomt dit soort ongelukken in feite. Nogmaals, het gaat niet over... Maar is daar wel, zou bijvoorbeeld, als je nou terugdenkt aan zo'n agendazaak, hè, dat een bepaalde groep naar de rechter stapt omdat het recht op leven in het geding zou zijn, zou dat ook, is er ook jurisprudentie die juist meer op die lijn van de cost-induced niet dat ik weet, het zou best kunnen, maar heel vaak is het zo, mensenlevens gaan voor economie. Dat heb ik wel in een aantal uitspraken met het Europees Hof gezien. En dat is een heel raar idee. Hmm. Nogmaals, de beste garantie voor mensen om een lang en gezond leven te hebben is werk zelf. Dus met andere woorden, economie en gezond en lang leven hebben heel nauw met elkaar te maken. Ja, die zijn niet zomaar uit elkaar te trekken. Ja, en op het moment dat je dat wel doet, suggereer je van, nou ja, werk voor mensen is niet zo heel belangrijk, maar het recht op leven is wel heel belangrijk. Ja, dat is een rare contradictie die daarmee wordt opgeroepen. Die totaal niet gestaafd over wat we weten van het hebben van werk en gezonde levensduur. Ja, ja. En dat is dus niet recente kennis, dat weten we al heel, heel erg lang. Dus het is niks nieuws. Ik verkondig hier niks nieuws. Maar we doen daar besmuikte over, omdat het we monetariseren het menselijk bestaan. Nee, het is precies andersom. Ja. We monetariseren juist overheidsbeleid en die willen we daarin beperken om te voorkomen dat, dat burgers daar een slachtoffer van worden. Ja, ja. Overigens, even correctie, niet alle beleid is veiligheidsbeleid. Er is ook ander beleid wat je op een hele andere manier moet behandelen. Maar we hebben het hier over veiligheidsbeleid, wat je op die manier kunt bekijken, omdat je mensen wil beschermen. Maar beschermen heeft een grens. Hmm. Je kunt niet eindeloos door beschermen, want dan gaat het ten koste van diezelfde bescherming van burgers. Ja. Dat is de paradox van dit soort... Ja, en de paradox was van, uit voorzorg zouden we klimaatbeleid moeten verbieden. Ja, precies. En nogmaals, dat is geen retorische flauwekul, maar dat heeft echt te maken met dat dat nog wel eens ten koste zou gaan van... overigens, dan kunnen we zeggen, maar daar hebt u geen bewijs voor dat dat zo is. Precies. Daar geldt nou exact het voorzorgbeginsel precies. voor. Precies, ja. Ja. Dus dat is dan weer de illusie dat voorzorg iets genereert wat het helemaal niet kan genereren. Omdat we het gewoon niet weten. Nee, nee. En dan wordt dus een selectie gemaakt. Hier past voorzorg wel bij klimaatverandering, maar daar weer niet. Ja. En die selectie heeft inderdaad te maken met... Dat is een subjectief element. Het is niet subjectief, het heeft te maken met het wereldbeeld wat men deelt. Het gedeelde wereldbeeld is wederom romantisch. Ja. Dus we komen weer terug in die 19e eeuw. Die romantiek komt daar weer om de hoek kijken van... Ja, dat groot industriële, daar moeten we van af. Want dat is ongezond voor mensen, ongezond voor de wereld. En dat is natuurlijk deels waar. Alleen we moeten op een andere manier kijken naar hoe dat dan te verbeteren, innoveren. En daar zijn wij chemici vrij goed in, maar dat is stapsgewijs. Terwijl een utopist zegt van niks mee te maken, de grote stap voorwaarts en dan pas kunnen we iets realiseren. Helaas, uit de geschiedenis weten we dat dat meer ongelukken veroorzaakt dan dat het iets oplevert. En daar wou ik het bij laten, bij deze waarschuwing voor het utopische denken. Bedankt Jaap voor jouw hele rijke bijdrage vanuit de chemie, de theologie, de actualiteit. Heel veel succes ook met je werk aan onderzoek en aan de universiteit. En ik denk dat er nog een paar onderwerpen zijn waar we op een later tijdstip nog eens over door kunnen praten. Maar heel hartelijk dank voor zover. En daarmee komt ook een einde aan dit gesprek met theoloog en chemicus Jaap Hanekamp. Hartelijk dank voor het kijken hier vanuit Groningen en graag tot de volgende keer.